Welkom Ruud Kuijn bij de Sillable-conferentie 2007. Silicon 2007, Boat to Freedom. Wie ben je? Wat doe je? En ja, wat nog meer? Nou, mijn naam is inderdaad Ruud Kuijn. Ik ben bij Sillable terechtgekomen door, ik zal maar zeggen, Mike Saunders, die een interview heeft gehad met Christian van der Vliet. Vond ik gewoon een heel interessant interview. Ik was heel benieuwd en geïnteresseerd geraakt door het besturingssysteem. Ik heb het diezelfde dag eigenlijk nog gedownload. Ik heb het niet eens van de DVD van het Linux format getrokken. Ik heb het geïnstalleerd op een laptop die ik van mijn schoonvader heb gekregen. Dat is echt superheld in mijn ogen. Het draaide meteen. Alles was meteen functioneel. Het enige probleem wat ik had was dat ik een serial mouse had en ik wilde graag een USB muis gebruiken. Dat was het probleem, dus niet ben ik eruit geholpen door Kai. Wat ik doe is voor Sillable hier en daar wat wallpapers maken. Ik heb ook wel wat logo's ontworpen voor A-Edit. Dat is het boekhoudkundig programma, zal ik het maar eventjes noemen. Ik heb voor Jonas Jarvel, heb ik voor zijn OCADIS, heb ik een logo ontworpen. Dat is een CAD/CAM programma. Ik heb voor Fleming, heb ik Burn. De Disburner heb ik een logo ontworpen, maar allemaal een beetje in dezelfde trant en familie en sfeer. Dus dat is wat ik op dit moment voor Sillable doe. En dat is de enige manier dat ik Sillable zou kunnen helpen. Want ik zou heel graag wat meer van broncodes en dergelijke willen weten. Maar dat kan ik beter aan de mensen overlaten die dat dagelijks doen, zoals Kai. Kai had ik willen ontmoeten vandaag ook op de conferentie, maar die heeft het heel erg druk met belastingaangifte, heb ik begrepen. Dat vind ik heel jammer, want ik had graag wat meer informatie willen winnen door hem te kunnen spreken. Zijn er ook plannen die je hebt in de toekomst om te gaan doen voor Sillable? Ja, ik zou heel graag icoonsets willen maken voor Sillable. Op dit moment hebben ze een icoonset waar ze zelf erg gek op zijn. Ik kan de naam niet eens naar voren halen, maar het zou dus gewoon het Ruud Kuijn icoonsetje moeten worden. Die ambitie heb ik. Hoe vind je verder Enkhuizen en de Sillable conferentie? Wat is jouw ervaring? Nou, ondanks dat het heel kleinschalig was, heb ik het heel gezellig gevonden. Ik vond het een hele leuke sfeer. Ik ben sowieso wel gek op Zuiderzee plaatsjes, zoals Enkhuizen. Ik kom zelf uit Medemblik, dat ligt hier geen 30 kilometer vandaan. Dus ik vond het heel aangenaam om hier te zijn. Heel leuk ook om jullie te kunnen spreken. Oké, Ruud, bedankt voor je tijd en aandacht. En tot de volgende conferentie. Graag gedaan, ik vond het ook leuk. Dankjewel.